ongeveer het eerste wat ik te zien kreeg vandaag. Ja, het gezicht van Henk Kamp. Oh, op tv, WNL, heb je gezien? Ja, zit hij gewoon. Alsof er niks aan de hand is. Ja, als er nou één iemand door de mand is gevallen, dan is hij dat toch? Ik heb het even opgezocht hoor. Ja, door de mand gevallen. Dat betekent ook dat je ontmaskerd wordt. Als een soort bedrieger, leugenaar. Maar vooral stond erbij als domoor. Ja, hij is ontmaskerd als domoor. En heeft enorm gefaald, deze Henk Kamp. Ja, met de toeslagenaffaire, met Groningen. Blunder op blunder op blunder, die staan op zijn naam. En die mag daar dan gewoon in zo'n programma gaan zitten. En dat gaat daar maar gewoon een beetje zitten oreren en wauwelen. En geeft ineens een mening ook over immigratie. Alsof de VVD de afgelopen jaren ook niet heeft gezegd van kom maar binnen met je knecht. Nee hoor, nu ineens, nee, er moet van alles gebeuren aan immigratie. Zo'n Henk Kamp en is, ja, en hij is de man van de onderbuik, hè, vrienden? Ja, 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 ja. Want dat zei hij. Hij nam beslissingen met de onderbuik. Ja, Henk Kamp. Ja. En dat ging dus natuurlijk helemaal mee. Ja, hey, de onderbuik, meneer Kamp, gebruik dat lekker voor mevrouw Kamp. He? Ja, daar, in Diepenheim. Ga dat lekker doen. En blijf ook verder in Diepenheim. Meneer Henk Kamp, en verschijn gewoon niet meer, want het kan gewoon niet. Je bent zo afgegaan. Is er nou niemand bij de VVD die denkt, nee, dat moeten we niet meer doen. Nee, Henk Kamp, nee, dat kan niet meer, vrienden, nee. Ja, die houden we thuis, nee. Of iemand bij dat, ook bij WNL, misschien die denkt van, nou, die gaan we misschien niet maar die moeten we niet uitnodigen, hoor. Nee, Henk Kamp, hè? Dus, vrienden, VVD en WNL, doe ons een plezier. En laat die Kamp lekker weg.